Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over raaklijnen. We gaan bespreken wat raaklijnen zijn en wat voor vragen je over raaklijnen kunt verwachten op je eindexamen. Wat zijn raaklijnen? Wat een raaklijn is, kunnen we het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Laten we kijken naar de functie f, gegeven door fx is x. De grafiek van f ziet er als volgt uit. Laten we in deze grafiek kijken naar het punt 1,1. Er zijn verschillende lijnen die door dit punt gaan. Bijvoorbeeld de lijn i is een half x plus een half. Dit geeft ons de volgende figuur. We zien dat de lijn i is een half x plus een half. De grafiek van f snijdt in het punt 1,1. De lijn i is min x plus 2. Snijdt de grafiek van f ook in het punt 1,1. Dit ziet er als volgt uit. Bijna alle lijnen die door het punt 1,1 gaan, snijden ook de grafiek van f in het punt 1,1. Maar er is één uitzondering. Als we kijken naar de lijn i is 2x-1, dan valt ons iets opvallends op. Het lijkt alsof deze lijn geen snijpunt heeft met de grafiek van f. Laten we inzoomen op het punt 1,1. Dan kunnen we precies zien wat er aan de hand is. We zien inderdaad dat de lijn i is 2x-1, de grafiek van f niet snijdt in het punt 1,1, maar dat deze lijn de grafiek van f raakt in het punt 1,1. De lijn i is 2x-1 is dus de raaklijn van de functie f in het punt 1,1. In het algemeen kun je een raaklijn als volgt beschrijven. De raaklijn van een functie f in het punt x, y is de lijn die door het punt x, y gaat, maar niet de grafiek van f snijdt in het punt x, y. In ons voorbeeld zag dit er als volgt uit. We hadden een functie f en een punt 1,1. De raaklijn is de lijn die door het punt 1,1 gaat. We zagen dat de lijn i is 2x-1 door het punt 1,1 gaat. Maar deze lijn snijdt de grafiek van f niet in datzelfde punt. We zien nergens in die figuur een snijpunt tussen de grafiek van f en de lijn i is 2x-1. Omdat de raaklijn de grafiek van f niet snijdt, maar enkel raakt, kun je zeggen dat de grafiek en de raaklijn dezelfde richting hebben. We zien ook in de figuur dat in het punt 1,1 de lijn en de grafiek dezelfde richting opgaan. In andere woorden, in het raakpunt. Hebben de grafiek van f en de raaklijn dezelfde afgeleide? Laten we dit even checken voor ons voorbeeld. We hadden een functie fx is x2. De afgeleide hiervan is f x is 2x. En in het punt 1,1 is de afgeleide dus f-accent 1 is gelijk aan 2 keer 1 is gelijk aan 2. En we hebben de raaklijn i is 2x min 1. De afgeleide hiervan is i is 2. Dus in het punt 1,1 is de afgeleide 2. Dus in het punt 1,1 is de afgeleide 2. Dus de afgeleide van de functie en de richtingscoëfficiënt van de raaklijn zijn in het punt 1,1 inderdaad gelijk aan elkaar. De raaklijn is altijd verbonden met de afgeleide. Als je in een vraag iets met de raaklijn ziet staan. Moet je altijd de afgeleide gebruiken. Wat ook veel voorkomt op het examen zijn raaklijnen in verband met cirkels. Voor dat soort vragen is het belangrijk om het volgende te weten. De raaklijn aan een cirkel staat altijd loodrecht op de straal. Ik zal dit even verder uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Neem de volgende cirkel. Een raaklijn aan deze cirkel is bijvoorbeeld de lijn i is 5. In de figuur ziet dat er als volgt uit. Hier is duidelijk te zien dat deze lijn loodrecht staat op de straal van de cirkel. De hoek tussen deze twee is namelijk 90 graden. Maar dat geldt niet alleen voor deze raaklijn. Voor elke raaklijn aan een cirkel geldt dat deze loodrecht staat op de straal. Bijvoorbeeld de volgende cirkel en raaklijnen. Dit is vaak handig bij het oplossen van vragen met raaklijnen en cirkels, dus onthoud dit goed. Nu we weten wat een raaklijn precies is, gaan we bespreken wat voor soort vragen je over raaklijnen kunt krijgen. Een voorbeeld van zo'n vraag is de volgende examenvraag. Gebroken functies. De functie f is gegeven door fx is 1 gedeeld door 2x plus 3. De grafiek van F heeft een snijpunt A met de i-as. De lijn L is de raaklijn aan de grafiek van F in het punt A. En dan hebben we de volgende figuur. Een vergelijking van L is i is min 2 negende x plus een derde. En de vraag die wij moeten beantwoorden is: toon dit op algebraïsche wijze aan. We moeten dus op algebraïsche wijze aantonen dat de raaklijn L van de grafiek van F. In het punt a, inderdaad, de lijn i is min 2 negende x plus een derde is. Ik raad aan de video even op pauze te zetten, zodat je eerst zelf deze vraag kunt proberen te maken. Het is niet ergens in het fout doet, maar probeer gewoon zo ver mogelijk te komen. Voordat je begint met een vraag beantwoorden, is het altijd fijn om alvast een beetje voor je te hebben wat je moet gaan doen. In deze vraag moeten we laten zien dat de raaklijn van F in het punt A de lijn i is min 2 negende x plus een derde is. Daarvoor moeten we eerst het punt A berekenen, dan de afgeleide van F berekenen in het punt A. We weten nu dat deze afgeleide gelijk is aan de richtingscoëfficiënt van de raaklijn. Ten slotte weten we dat de raaklijn door het punt A gaat, dus kunnen we de B berekenen. Laten we beginnen. De formule van de lijn L ziet er als volgt uit. y is ax plus b. We berekenen eerst de coördinaten van het punt a. Gegeven is dat a het snijpunt is van f met de y-as. De y-as heeft x-coördinaat 0, dus de x-coördinaat van a is gelijk aan 0. Om de y-coördinaat van a te berekenen, vullen we x is 0 in in de formule van f. We krijgen f0 is 1 gedeeld door 2 keer 0 plus 3 is 1 gedeeld door 3. We krijgen dus de coördinaten van het punt A en dat zijn 0,3. We weten dat de afgeleide van de raaklijn in het raakpunt gelijk is aan de afgeleide van f in het raakpunt. In andere woorden, de richtingscoëfficiënt van de raaklijn is gelijk aan de afgeleide van f in het punt A. We berekenen dus eerst de afgeleide van f. Fx is 1 gedeeld door 2x plus 3. Dit kunnen we noteren als fx is 2x plus 3 tot de macht min 1. En om hiervan de afgeleide te berekenen, gebruiken we de kettingregel. We vermenigvuldigen met de macht. We krijgen min 1 keer 2x plus 3 tot de macht min 1. Trekken van de macht 1 af. We krijgen min. 2x plus 3 tot de macht min 2. En vermenigvuldig het tenslotte met de afgeleide van de expressie tussen de haakjes. Dat geeft min 2x plus 3 tot de macht min 2 keer 2. Dus we krijgen de volgende afgeleide. f accent x is min 2 gedeeld door 2x plus 3 in het kwadraat. Omdat de lijn l de raaklijn is van f in het punt a weten we dat de richtingscoëfficiënt van L gelijk is aan de afgeleide van F in het punt A. We krijgen dus dat A gelijk is aan F-accent 0, is gelijk aan -2 gedeeld door 2 keer 0 plus 3 in het kwadraat, is gelijk aan -2 gedeeld door 3 in het kwadraat, is gelijk aan -2 negende. De formule van lijn L is dus nu i is -2 negende x plus b. We weten dat deze lijn door het punt a 0,1 gaat. Dus als we voor x 0 invullen, dan moet daar een derde uitkomen. Laten we dit doen. Min 2 negen keer 0 plus b is een derde, oftewel 0 plus b is een derde, oftewel b is een derde. We krijgen de volgende formule voor de lijn l. i is min 2 negen x plus een derde. We hebben dus op algebraïsche wijze bewezen dat de raaklijn van f in het punt A de lijn L i is min 29x plus een derde is. Op je examen wordt ook verwacht dat je om kunt gaan met raaklijnen aan cirkels. Neem bijvoorbeeld de volgende examenvraag. De cirkel c heeft vergelijking x2 plus i2 is 25. Het middelpunt van c is de oorsprong o. Het punt P min 3, min 4 ligt op de cirkel C. De lijn L is de raaklijn aan de cirkel in het punt P. Lijn L snijdt de x-as in het punt S en de cirkel C snijdt de x-as in de punten A en B. Een vergelijking van L is I is min 3 vierde x min 6 en vierde. En de vraag die wij moeten beantwoorden is: bewijs dat i is min 3 vierde x min 6 1 vierde inderdaad een vergelijking van l is. We moeten dus bewijzen dat de vergelijking van de raaklijn l i is min 3 vierde x min 6 1 vierde is. Ik raad aan eerst de video even op pauze te zetten, zodat je eerst zelf de vraag kunt proberen te maken. Het is niet erg als je het fout doet, probeer gewoon zo ver mogelijk te komen. Om deze vraag te beantwoorden, moet je twee moeilijke denkstappen onder de knie hebben. Als eerste moeten we weten dat een raaklijn aan een cirkel loodrecht staat op de straal van de cirkel. Dit is eerder in de video uitgelegd. Het tweede belangrijke punt is: het product van de richtingscoëfficiënten van twee lijnen die loodrecht staan op elkaar is gelijk aan min 1. In andere woorden, als we twee lijnen hebben die loodrecht staan op elkaar, Bijvoorbeeld de lijn k, i is a1x plus b, en de lijn r, i is a2x plus b. Dan geldt dat de richtingscoëfficiënt van k, dus a1 keer de richtingscoëfficiënt van r, dus a2, gelijk is a-1. Net als bij de vorige vraag is het fijn om een stappenplan te hebben. Bij deze vraag gaan we als volgt te werk: we berekenen de richtingscoëfficiënt van de straal. In ons geval is dat de lijn van de oorsprong naar het punt P. Als tweede, we berekenen de richtingscoëfficiënt van de lijn L. Dit kan omdat deze loodrecht staat op de straal. Dus de richtingscoëfficiënt van L keer de richtingscoëfficiënt van de straal is gelijk aan min 1. En stap 3, we berekenen B. Dit kan omdat we weten dat de lijn L door het punt P gaat. We beginnen met het berekenen van de richtingscoëfficiënt van de straal. De straal van de cirkel naar het punt p is het lijnstuk OP. De coördinaten van O zijn 0,0 en de coördinaten van P zijn min -3, min 4. De richtingscoëfficiënt a van de lijn die door deze twee punten gaat, berekenen we als volgt. a is delta i gedeeld door delta x is gelijk aan 0 min, min 4 gedeeld door 0, min min 3, is gelijk aan 4 derde. We weten dat deze richtingscoëfficiënt keer de richtingscoëfficiënt van de lijn L gelijk is aan min 1. We krijgen AL keer 4 derde is gelijk aan min 1, oftewel AL is gelijk aan min 1 gedeeld door 4 derde, is gelijk aan min 3, 4. We krijgen dus de volgende vergelijking voor de raaklijn L i is min 3 vierde x plus b. Deze lijn gaat door het punt p min 3, min 4. Dus als we voor x min 3 invullen in deze vergelijking, moet daar min 4 uitkomen. We krijgen de vergelijking min 3 vierde keer min 3 plus b is min 4. Oftewel 9 vierde plus b is min 4. Oftewel b is min 6, 1 vierde. We krijgen als vergelijking voor de raaklijn L, i is een min 3/4x min 6/1/4. Dit hebben we bewezen op algebraische wijze. Dus we hebben de vraag beantwoord. Dit was de video over raaklijnen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.